maakt nou, als je als gitarist naar hem kijkt, wat maakt zijn sound zo uniek, zo lekker? Nou ja, je ziet het eigenlijk, want hij speelt dus gewoon een nummer van Michael Jackson. Maar zodra hij zijn gitaar omdoet en speelt, is het John Mayer. Dus het is gewoon echt, het is gewoon zijn sound en ja, de manier hoe hij het speelt. Dus hij staat alleen maar met zijn ogen dicht en hij is gewoon helemaal in het moment. Maar het is echt wel gewoon, het heeft heel veel te maken met de sound en gewoon echt de manier waarop hij speelt. Laat maar die sound van je, je hebt bij je. Ja, ik probeer het althans. Ja, nou ja. Ik kan kijken naar, ik krijg het niet. Ik heb nee gezegd hier tegen. Ik ben lang blij dat jij het doet. En jij zou het praten doen, ik zou het praten. Even kijken. Nou, je kunt dus als je dus een normaal geluid zou hebben, kun je. Ja. John Mayer pakt andere zeg maar, soort elementen en heeft een soort heel warm geluid. En hij heeft. Het is heel meteen anders en het is heel lekker warm. Nice. Ja. Iedereen kent waarschijnlijk Gravity wel natuurlijk. Ja, doe het. Ja, lekker hoor. Ja, geef hem een applaus. Ja. Kijk hoe die speelt. Ja, toch? Ja. Maar klopt het nou dat hij een speciale greep heeft of zo, waardoor hij meer bas of zo in zijn gitaar brengt? Of wat doet hij precies? Nou, hij pakt gewoon, zeg maar, akkoorden. En hij heeft dus altijd eigenlijk al een warme sound. Alleen hij pakt dus vaak met zijn duim dat hij de basnoot erbij pakt. In plaats. Allemaal mensen kijken, oh, dat wil ik ook. Ik wil dat kunnen. Maar dan dat ook niet, hè? Dan moet je ook. Heb jij een beetje grote handen, of niet? Nou ja, maar ik kom daar niet. Valt wel mee, maar ik het is. Vrouwenhanden. Heb ik. Maar het is echt wel oefenen, zeg maar. Het was heel moeilijk om dan je duim erover en dan ook nog als basnoot te gaan gebruiken. Je speelt gewoon vaak zo. Kan je het ook, Spike? Dit, wat hij doet? Dat. Helemaal niet voor het blok of zo. Nee, maar bedoel, onvoorbereid natuurlijk. Maar is, bedoel, dat met die bas en zo, doe jij dat ook of nee? Onder andere, ja. maar bedoel, als jij zegt, jij kan dit niet. Maar nee. Maakt het dit dus, wat hij dus laat zien met zijn trio en met zijn solo en met zijn elektrisch gitaar, met zijn akoestisch gitaar, doet hij dat eigenlijk ook op die manier? Ja, het is gewoon echt een virtuoos. Maar wat ik zo tof vind aan zijn gitaarspel, is dat het gewoon, het gaat om smaak. Hij heeft een andere smaak. En dus hij vertelt eigenlijk een verhaal met zijn gitaar. Hij is natuurlijk naast een virtuoos op gitaar, is hij ook gewoon een hele goede liedjeschrijver. En zanger. En als hij speelt, het mooie is, hij speelt een liedje, dus je zit in een verhaal. En als dan een gitaarsolo komt, vertelt hij daarmee het verhaal verder. Dus het verhaal stopt niet. Waar heel vaak in muziek een gitaarsolo een break is, of een toffe live tool of zo. Bij hem vertelt hij er een verhaal mee, waardoor je altijd in het liedje blijft en altijd in de vibe die hij creëert. Ja, het is wel echt een meester, hoor, dit.